Is het festival wat je had verwacht? Ja, we zijn heel erg tevreden. Het is natuurlijk prachtig weer, dus dat is erg fijn. En daardoor is de opkomst ook goed. Ja, we hadden een heel divers programma en het was altijd kijken hoe het bevalt bij de mensen. Maar het was eigenlijk door de hele dag door wel druk. En door wie wordt het allemaal georganiseerd eigenlijk? Ik ben van Jongerencultuurhuis Kanaleneiland en we organiseren het samen met het winkelcentrum Nova. Het is de nieuwe naam van het winkelcentrum hier. Maar het is echt samen met allerlei wijkorganisaties uit Kanaleneiland en ook inwoners. Wijkorganisaties bijvoorbeeld Harten voor Sport en Doenja Dienstverlening en Stichting Jou en de bibliotheek. Het zijn er echt heel veel, dus het wordt echt gedragen door de hele wijk. En ik denk dat daarom het ook een succes is, omdat heel Kanaleneiland zich eigenlijk inzet om van het festival een succes te maken. Ik denk dat het echt gewoon voor de inwoners gewoon een superleuke feestelijke dag is. Want het is ook gratis toegankelijk en iedereen die kan gewoon langskomen. En er is niet alleen muziek, maar er is ook dansen, er is een rommelmarkt en allerlei organisaties presenteren zichzelf. Dus ik denk dat er ook echt voor jong en voor oud, dat er voor ieder wat wild was vandaag. Dus. Goedemorgen, kameraden. Goedemorgen. Kameraden, goedemorgen, kameraden, goedemorgen, kameraden. Ik begin de dag met rijst, knoflook en ei. Koffie voor de koppie op de bank met de mic. Ja, wat bent u hier vandaag aan het doen? Nou, we zijn hier aan het musiceren. Wij brengen dus culturele muziek van alles en nog wat. Indonesisch en de dansers. Dat is Balinese dans. Dat is een beetje van alles en nog wat. Maar ook Engelse liederen natuurlijk. Dat doen we dus redelijk een paar keer per jaar hier bij de winkels. En dat is wel leuk. Het is een soort pasar eigenlijk, ja. En wat ben je hier vandaag allemaal aan het doen? Nou, ik ben vandaag mijn eigen designs aan het verkopen. Het zijn die designs die ik zelf heb gemaakt. En het zijn merendeels Arabische teksten en Nederlandse teksten. Dus dat ben ik aan het verkopen. Vind je het leuk hier vandaag? Ja, zeker, 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 ja. Je weet ik ben op de vlucht. Maar ik heb een pak aan, kom binnen met die pak aan. Ik kan niet zomaar weg, ik moet met je pak gaan. Rappen stelen lijns, maar de vind niet 1-op-1. Fuck die Gucci en die Lupo, jouw shit die is 1-op-1. Ik lig laag aan mijn kast. Wat vinden jullie van deze dag? Ja, heel tof, gezellig, super druk, super veel mensen hier. Heel leuk. Ja, hartstikke veel activiteiten die vandaag ook worden uitgevoerd. Ja, en je ziet ook gewoon dat er heel veel gezinnen op afkomen en zo. En eigenlijk mensen van allemaal verschillende leeftijden. En wat zijn jullie vandaag nog van plan te doen? En wij zijn zelf van een winkel hier in de buurt. Wij zijn sinds kort verhuisd. En op dit moment zijn we eigenlijk een beetje aan het rondlopen. Een beetje reclame maken voor onze winkel. Vaker doen dit. Super goed voor ons winkelcentrum. Heel leuk. Sambil mama bakar sagu. Mama manja. Volgend jaar doen we het vast weer, dus alle mensen die het dan hebben gemist, moeten zeker weer terugkomen.